Ik ben Arjan Siemerink, culinair chef. Nou, de Japanse keuken is gewoon een geweldige keuken. Zeg maar. Als je over de hele Aziatische keuken kijkt, dan is het een keuken die heel goed te implementeren is in onze keuken. Het heeft weinig echt uitgesproken smaken. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de Koreaanse keuken met kimchi of de Indische keuken met sambal of de Indiaanse keuken met curry's. Dat zijn allemaal hele uitgesproken smaken die moeilijk te combineren zijn met onze gastronomie. En de Japanse keuken heeft hele subtiele smaken die goed te combineren zijn met onze keuken. Wat eigenlijk altijd mijn uitgangspunt is, dat ik een gerecht wil creëren waarbij je niet het gevoel hebt dat je Aziatisch zit te eten. Ja, de perfecte sushi is voor mij absoluut gewoon het meest eenvoudige, de nigiri sushi, dus het blokje rijst met het plakje vis. Maar goede sushi zit hem in detail. Dat moet je tot in detail en tot in de perfectie goed maken. En alleen dan is het fantastisch. Die rijst die moet een beetje lauwwarm zijn. Die vis die moet kraakvers zijn. Een klein beetje soja. Ja, fantastisch. Dan is het voor mij de beste sushi. Het is een heel populair product. Ik denk dat het met name komt omdat het zo goed aan te passen is naar alle smaken. Het kan eigenlijk zo gemaakt worden dat het voor heel veel mensen herkenbaar is, of dat heel veel mensen het lekker vinden. Als je niet van vis houdt, dan doen we vlees in of groenten. Als je niet van zeewier houdt, dan gebruiken we een sojavelletje. Ja, ik wil eigenlijk natuurlijk de Japanse keuken uitdragen. Dat vind ik heel belangrijk. Ik vind dat het voor veel mensen toch nog te mystiek is, zeg maar. Ik denk dat mensen over de drempel heen moeten om met deze producten te werken. Laat je niet afschrikken door rare tekens op een fles of door een naam waarvan je niet weet wat erin zit. Probeer het gewoon, maak het open en proef het. En geef er je eigen draai aan. Ga niet kijken van joh, hoe wordt het nou gebruikt, maar ga gewoon kijken van joh, kan ik er wat mee en kan ik er iets mee maken. En ik wil dat heel graag uitdragen. Ik wil proberen om dat in de aankomende jaren onder Horeca Nederland eigenlijk steeds bekender te gaan maken. En daar misschien wel een beetje de autoriteit te claimen.